Ja, maar dat heeft niet een auto in staat. Maar hier dus... Spike. In de mand. Echt. In de mand. Ja, dus dat is speciaal voor de dag. Maar dan moet je even omschrijven dat dit ijzer is. Ja. Ja. Oké, okay, staat wordt uitgedraaid op een werkorde. En die gaat in deze zwarte mappen gaat die naar de werkplaats. Dan kunnen de sleutels er weer in doen. Ja. En alle, alles wat de klant aangeeft. Precies wat er aan de orde is. En dus de ene waar niks staat, die is er 5 dagen. Of dat zijn jongens die. Er zijn 4 monteurs vandaag. Dus één heeft meer te doen dan anderen. Ja, of er is nog werk wat wacht op onderdelen. Dus dan blijven die kaarten hier staan. Oh ja, daarom staan er ook alweer namen. Ja. Ja? Ja. Dus je mag bij best een auto op de film zetten dat je leuk vindt. Wie is er afgeweest? Deze is ook bijna klaar. Verwacht ik. Dus en dit. In de kop, dat is dan, dit ding, is er af geweest, er is een nieuw pakje tussen gekomen, dus dan moet het helemaal weer gestuurd worden. En dan wordt het weer in elkaar gezet. Dus er zit een lek in de kop. Alle onderdelen die aan een auto komen, die zitten in doosjes, dus dat is papier. Dus dit is de afvalbak van papier. Dus die deuren hopen wij, die zitten, worden genummerd van wat voor auto's ze zijn. En dan worden die gebruikt als ze nodig hebben. En kijk, dat is. Dit is ook ijzer wat nog in een container moet. Maar kijk, dit moet nog gescheiden worden. Het zijn smerige doeken. Die worden hier gegooid. En die worden in deze containers apart afgevoerd. Zo moeten ze tegenwoordig. Worden ze bij 200 hoedslappen worden ze gewassen. Ook door een speciaal bedrijf. En als ik het ding zijn, kan het rijmen op snoer. We staan de uitlaatgassen. Dit is het systeem. Ik wil dit nog niet op. Gracias.
een speciaal bedrijf opgehaald. Oh, die bandenhoek is belangrijk, die rommel is niet belangrijk. Al die vier bakken die er in de afdeling staan, worden hier verzameld. Dus hier, weet je, knapt hier de auto's. Hier heb ik verfafval met plastic. En ze willen graag foto's maken van. Ja, dat zijn plastic bekers met verfafval. Dan krijg je hier het blik gebeuren. Dus plamuurblikken, kitblikken, ontvetterbussen. Dat moet apart en dat stinkt wel. Dat is goed voor de verkoudheid. Ja, want dit is het kitafval. Wat geraakt is tinnen. Ja. Oplosmiddels. Als je stap de neus hebt, dan moet je direct boven, dan is het meteen klaar. Zo helemaal weg. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja, nog iets staan? Verse lucht aan. Het vieze wat verfilterd. Nou, dit is dan een gat. Het spuitbussen. Nou, één keer in zoveel tijd gaan we dat in elkaar persen. Zodat je meer kunt houden in een vat. In werking voor het afzuigen. Hier zitten allemaal filters in, ook voor het afzuigen van stof. Want als de auto gespoten wordt, mag er geen pikkeltje stof ergens in zitten. Dus het plakt en kleeft, voel maar eens. Allemaal, dat het stof allemaal.